Marco Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. We staan hier buiten inderdaad bij het omroepgebouw. En ik moet zeggen dat Ben van Tilburg uit Marknessen weer een prachtig auto heeft meegenomen. Is dit nou deze Kia Elan Lotus Design? Is dit nou zo'n typisch jaren 90 auto, Ben? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, in de jaren 90 was... 1993 kwam Kia dus voor het eerst naar Nederland. En met de Kia Sevia, ze gingen Europa veroveren. En het merk Lotus, bekend om zijn mooie Lotus Elise, Lotus Elan, allemaal achterwielen aangedreven auto's, die kregen in 1995 een nieuw model, de Lotus Elan, ook met voorwielaandrijving, maar dat werd een flop. En uiteindelijk een verlies van 35 miljoen pond, maar liefst. Dus toen hebben ze de rechten verkocht aan Kia en die zagen hun kans schoon om dus hun allereerste sportwagen te introduceren. En dat was deze? Op basis van de Lotus Elan is dit dus de Kia Elan. Ja. In Nederland is hij niet of nauwelijks verkocht. Hoeveel zijn er gemaakt dan? Hij is maar een paar honderd. Het is echt maar een... Wereldwijd? Er staan er 3 te koop in Duitsland, geloof ik. Er staat er nog één in Oosterbeek met 800 kilometer van een liefhebber, weet ik toevallig. Deze komt uit het museum van de firma van Mossel. Daar heb ik net uit Harderwijk gehaald. En, maar het is gewoon een heel leuk, leuk sportmodel. En om Kia het imago te geven van, hey, wij bouwen ook sportwagens. En dat is de reden dat we deze meegenomen hebben. Wat kostte deze in de jaren 90 in Nederland? Ja, dat was ook het probleem. De Lotus was veel en veel te duur. En de Mazda MX-5. Nou ja, die auto's die kon je voor rond de 30.000 gulden. Had je gewoon een hele knappe auto. En deze zat dus ook een beetje in die lijn. Maar voor de Kia op dat moment was je ook gewoon te duur. Ja, betekent dat wel dat eigenlijk Kia toch wat slecht uit de startblokken kwam in Nederland door dit model? Nou ja, toen Kia zich ging presenteren in Nederland, rolden de journalisten werkelijk schuddebuikend van het lachen door de zaal. Toen Kia zei dat ze binnen 10 jaar in de top 10 van Nederland wilde staan. Maar goed, in 2011 was het zover, want toen stond Kia op nummer 10 in Nederland. En nu staan ze dus al tijden in de top 5, sterker nog op nummer 2. Ja. Het merk is echt heel hard omhoog gegaan. Ja. Even nog terug naar dit model. Wat was er nou verder nog bijzonder aan deze auto? Behalve het feit dat het een van de eerste Kia's in Europa of in Nederland was. Zitten er snufjes op? Want daar staan die Koreanen tegenwoordig wel bekend. Hè? Nou, wat heel leuk is, wat een beetje opkwam toen ook met de Mazda F-Coupé, de Toyota Celica. De karakteristieke slaaplampen, zeg maar. Ja, ga ik zo nog even laten zien. Maar dat was heel karakteristiek. Deze heeft de motor voorin. Normaliter had hij de motor achterin. Dus dat was echt een hatchback of een coupé cabrio met de motor achterin. En dat was, je had dus die Honda Civic, VTEC en al dat soort CRX'en. Al dat soort modellen. Dus, maar het was eigenlijk een beetje de start van Kia in Nederland. Ja, maar verder bood het eigenlijk niks extra's ten opzichte van andere merken. Het is niet gewoon dat zij... design. Het was gewoon een leuke cabrio, 2-zits. En dan op basis van een heel bekend concept. Ja, het is eigenlijk wel gewoon geflopt, deze. Deze is gewoon geflopt, inderdaad. Ze zijn er ook niet mee verder gegaan. Maar goed, die mensen moesten zich toch in de markt positioneren. Dat was de reden dat ze dus ook wilden laten zien van, we kunnen ook sportieve auto's maken. Als mensen dit nou zien en denken van, nou goed, het ziet er nog goed uit. Wat is het? 76.000 kilometer op de teller. Bandjes origineel nog uit de jaren 90. Ja. Wat moet dit opbrengen? Nou, vergelijkbaar staan ze te koop nu voor rond de 10.000 euro. Echt? Maar dat is gewoon een waardevaste investering. Want zulke auto's die komen er niet meer bij. Die gaan er alleen maar af. Dus als je er een kan bemachtigen voor de goede prijs, zou ik hem gewoon houden. Ik wil even één keer doen met die lampen, vind ik altijd leuk. En dan zeg ik gewoon, dag vriendjes en vriendinnetjes, dit was het dan alweer. Nog steeds blijven we in de jaren 90 natuurlijk met iconische modellen uit dat jaar. We hebben net van Ben natuurlijk al die mooie Kia. Hij loopt nog steeds, hè Ben? Ja. Die Kia. Waarom? Nou ja, zoals ik al zei, hij komt echt uit het museum. En vanmorgen was de accu iets zwak. Dus ik was ook blij dat ik er was. Dus ik durf hem ook even niet uit te zetten. Maar ik ga straks rustig weer terug. Maar moet er genoeg zijn van Harderwijk hier naartoe? Ja, maar het zegt niks over de staat van de accu. Ik ken de auto niet, dus ik... Dat klopt. Dat klopt wel weer. Mooie auto is het. Absoluut een mooie auto, maar er waren natuurlijk nog veel meer mooie auto's in de jaren 90. Jeroen Ekeler is ook weer bij Ben. Even van iets meer naar je mond, alsjeblieft. Goedemorgen. Kijk, dat is een stuk beter, Jeroen. Goedemorgen. Ja. Je hebt wat foto's gestuurd aan ons. Om te beginnen met de Mazda MX-5. Wat was eigenlijk die jaren 90, dat decennium? Wat betekende dat voor de autowereld? Waren er noviteiten?
Het was sowieso een heel goed decennium voor de autowereld. De autoverkopen waren zeer positief. Altijd boven de 450.000. Eén klein uitzonderingetje. En in 1999 een piek van 611.000. Dat zitten we nu op de helft ongeveer tegenwoordig met de verkopen. Maar hoe kan dat? Waren ze zo betaalbaar? Of ik denk dat de economie hier gewoon heel goed draaide. Ja, ja, of zijn de auto's nu beter? De auto's nu beter? Oh, dat je dat je er wat langer mee doorrijdt. Nou, ik denk dat de vervanging nu wat op een laag pitje ligt. Dus zeker in het zakelijke segment, dat mensen wat langer blijven doorrijden nu. Of langer moeten doorrijden van hun werkgever. Ja. En toen was het wat uitbundiger allemaal, zeker met zakelijke auto's. Ja, het liep gewoon heel erg goed toen allemaal. Opel onaantastbaar natuurlijk. Ja. Tien jaar lang op nummer 1, de Astra. Astra was toen net nieuw. In 91 is opvolger van de Kadett. Dat is toch wel een momentje. Ja, en de Kadetten zijn er ook wat van verkocht. Och. Ja, ja, ja. Ja, die nam soms 2 keer zoveel in van de markt als de daaropvolgende auto, de Escort. Ja, precies. Dat is echt enorm, ja. En de Astra was de opvolger daarvan. En ook Astra daar werd de opvolger en die kwam in 91. En toen ook meteen de nieuwe Golf, de Golf 3. En een Citroën ZX. Die zijn misschien een beetje vergeten. Maar dat was toen een soort... Die Astra en Golf nemen natuurlijk een heel groot deel van de markt in. En Citroën had het heel goed gepland met hun ZX. Hun eerste aanbieding in dat segment. Meteen op dat moment mee met de Golf en de Astra. Dus laten we het rijtje even afgaan. Ja. Want ik heb hier om te beginnen die MX3 woorden net al eventjes. Hij lijkt eigenlijk een beetje, Ben, op die Kia die we net zagen, hè? Ja, vergelijkbaar model. Ja, het is een beetje... De Mazda die ging daar toen ook mee aan de slag, zeg maar. Een beetje gebaseerd op die filosofie van Lotus. Hè? Van een leuke 2-zits cabrio, motor achterin. Ja. En Mazda ging daar dus ook mee aan de slag. Achterwielaandrijving met een leuke 2-zit, maar betaalbaarder. En ja, Mazda had natuurlijk en heeft nog steeds dat imago heel degelijk en heel betrouwbaar. Ja, Mazda. Ja. Tegenwoordig eet je ze bij de koffie, hè, de Lotus. Ja. De koekjes, ja. Wat wil jij nog zeggen, Jeroen, over deze? Nou, dat die Mazda MX-5 heeft een directe link naar de Lotus Elan. Althans, de Lotus Elan uit de jaren 60. Ja. Want dat is, ik moet je corrigeren, want dat was motor wel voorin. Spaardertje. Maar de Mazda MX-5, ik meen dat die in 89 kwam, was geïnspireerd op de originele Lotus Elan. Ah. De Lotus Elan die zij later gebouwd hebben, ja, in de jaren 90. Dat is die buiten staat in feite een ander concept. Maar op de achtergrond zie je 2 coupés, de MX-3 en de MX-6. En dat is ook een van de thema's van de jaren 90. Die coupés, ja, dat was die zijn hot, he? Helemaal niet meer. Je kan bij Audi, BMW, Mercedes nogal een coupé kopen. Maar zeker ook de betaalbare coupés. Ja. Denk aan Opel Tigra, bijvoorbeeld vroeger. Leuk, ja, klein dingetje. Ja. Ja. Nissan 100 NX. Het is er allemaal niet meer. En ik het is weet allemaal niet waarom, nu SUV en crossover, dat soort dingen allemaal. Ja, ja, ja. Ja, alleen die MX3 is denk ik nog te kopen. De rest is MX5 en MX6. MX5 staat is er nog steeds. Ja. Oké, okay, de 6 niet meer. Nee, die andere 2 al lang niet meer. Nee. Maar dan, we zijn nu 20, 30 jaar verder. Ik bedoel, dat is wel een hit geweest dan. Ja, MX5 is altijd een hit geweest. Ja. En ik denk ook dat hij er altijd zal blijven. Zal er altijd wel blijven. Ja. Je hebt altijd natuurlijk zo'n doelgroep dat is, die dat heel mooi vindt. Ja. En we hebben hier de Mercedes A-klasse. Ik kan me nog herinneren dat het een van de eerste series dat hij omwaaide. Of vanuit de bocht. Uit de bocht. Natuurlijk bekend om, hè, om de Eland-test toen van een Noorse automagazine. Dat was natuurlijk een grote blamage voor Mercedes. Mercedes. Ja. Het heeft wel een heel mooi punt opgeleverd. Namelijk de introductie van ESP. Dus het elektronisch stabilisatieprogramma. Dus dat een auto eigenlijk niet meer in de slip kan raken. Ja, ja, ja. Maar dat hebben ze eigenlijk bedacht door... Nou ja, het bestond al. Alleen ze hebben het bestond eigenlijk in de topklasse. Audi A8, BMW of Mercedes S-klasse. Ja, ja, ja. En omdat deze omviel, heeft Mercedes moeten besluiten van... Oké, om al die zorgen van de mensen weg te nemen... Het was voor het eerst dat ze ook in dit segment kwamen. Hebben ze gezegd, door het ESP standaard... dan heeft eigenlijk niemand meer wat te klagen. Maar het is natuurlijk een hele dure ingreep geweest voor ze. Ja, ja, ja. Maar goed, tegenwoordig is het verplicht op elke nieuwe auto. En die A is een heel ander model geworden, hè? De A-klasse. Ja, dat is niet meer te vergelijken. Dat is eigenlijk niet zo'n goed idee geweest. Maar het past ook wel weer in de jaren 90. Ja. Want dat is een tijdperk van de MPV's. Ja. Eerst van die hele grote bakken. En toen van deze. Ja, de Renault. Ja, in 96. Dat was een grote ommekeer. De Mégane Scénique zien we hier. Ja. En dat is een soort ruimtewagen bijna. Die Space Wagon zag je toen ook een beetje in de jaren 90. Ook een hele grote hit. Ja, met extra ruimte. Ja. Ja. En met 5 zitplaatsen. Ja, precies. 5 zitplaatsen en veel ruimte. En daarvoor had je natuurlijk de S-Pass, die Jordi vorige week liet zien. Ja, ja, ja. En
Die was er ook nog steeds. Maar daarvan zeiden mensen op een gegeven moment, ja, die zijn wel heel groot. Ja. En laten die achterste twee stoelen nou weg. Ja. En met 5 personen kun je ook een hele handige en ruime auto inrichten met stoelen die je eruit kan halen en kan verschuiven en zo. Ja, hier op deze foto zien we ook gewoon 3 volwassenen en 2 kinderen en een fiets. Zo van, nou, dat kan allemaal mee. Het kon ook wel. Dan hebben we de Toyota RAV4. Dat is ook een iconisch model. Ja, die heb jij nog verkocht, toch? Ik heb ze nog nieuw verkocht, ja. Ze kwamen toen de markt op als Toyota Fun Cruiser. Eerst als 3-deurs en later werd er ook een 4-deurs variant gemaakt. Maar ook een beetje als tegenhanger van de Suzuki Vitara en dat soort auto's. Gewoon een leuke, betaalbare sports utility vehicle heette dat toen. Hè? En nog natuurlijk. Maar een leuke, betaalbare, 4-wiel aangedreven kleine auto. En, wat kostte dat toen? Ja, ze waren toen wel, ja, het is echt betaalbaar, maar het was toen wel gauw 35.000, 36.000 gulden toen ze uitkwamen. En met een beetje opties liep het heel hard door naar de 40 plus. Ja, precies, ja. Ja. Hey, deze auto kende ik eigenlijk helemaal niet. De Citroën, is het een Citroën? Ja. Tenminste, ik ken wel het model als je hem nu zo ziet. Maar is dat een heel populaire auto? Evasion, nou, dat is eigenlijk in het vervolg op die grote Renault Espace, dat er al die merken, bijvoorbeeld ook Citroën met Peugeot en Fiat Lancia, die maakt 1 model. Dat is dus een hele grote MPV. En inderdaad, die zijn helemaal uit het straatbeeld verdwenen. En een schuifdeur zelfs nog. Ja, maar ja. Elektrisch geluid, denk ik, of niet? Met een knopje. Dat zou elektrisch kunnen zijn. Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar die hebben hier voor een fabriek in Noord-Frankrijk gebouwd, waar ze dan ook samen een bestelauto konden bouwen die hier heel erg op leek. Dus veel synergie. Maar dat soort grote MPV's had ik als foto voorbeeld meegenomen. Ja. Die zijn er helemaal niet meer. Dat is compleet van de markt verdwenen. Maar de Prius, die bestaat nog steeds. Dit is een van de eerste Priussen die er gemaakt is? Ja, dit is de eerste uit 97. Toen al niet mooi. Sorry dat ik het nee, dat was, nee, nee. We zeiden net of er een prototype van de Tokyo Motor Show is. Ja. Of dat we iets gemist hebben of zo. Ja, ik mis iets. Of misschien iets te veel juist. Ja. Dat ook. Kleine wieltjes, hele hoge carrosserie, klein kofferklepje, onhandig ding. Maar goed, de techniek zat er al in. De techniek is in feite nog steeds zo. En is heel waardevast gebleven, of heel duurzaam eigenlijk. Want hybride is, nou ja, Ben, dat is nu je van het natuurlijk. Hè? Ja. Alle auto's in hybride, liefst nog met een plug-in. Ja. En Toyota, als die dat ijs niet hadden gebroken, dan had de autowereld nu heel anders uitgezien. Zonder nog steeds in een Opel Astra rondgereden misschien. Ja. Dat die bestaat ook nog steeds. De Kadett. De Astra is er nog steeds. Ja. Die zal ook wel altijd blijven, denk ik. Ja. Maar dat gigantische succes, daar kan Opel alleen maar van dromen nu. Nou hè, dat was toen Corsa, Astra, Record. Dat waren allemaal natuurlijk iconische modellen. Senator had je toen ook nog. Ja. Omega. Ja. Is allemaal weg. Ja. Mega, En hier bijvoorbeeld zie je ook die grijze en zo'n kleine 4-deurs. Dat bestaat ook niet meer. Nee. Zo'n soort auto. Nee. Eigenlijk jammer, hè? Ja, ik moet ervan houden. Ja, je moet het staat wel chic, maar het is niet zo handig. Maar vind het niet zo mooi. Ja, nee, die station wagons en de hatchbacks, dat was wel. Dat had wat meer aantrekkingskracht. Ja, absoluut. Ja. Mooi beeld van de jaren 90 gegeven door Ben van Tilburg en Jeroen Ekeler. Dank jullie wel weer en we kijken uit naar volgende week.